Denise Staps is geen vreemdeling hierop, klopt niet. Zij en haar zuster Ronel hebben al over de bakkers van Piniel gepraat. En Denise heeft ook samen met haar, derry, onkel Roland, over zijn prachtige dahlias gepraat. En zij is ook die vrouw die zo so lekker op deze klopproblemen gezet Van iemand zijn achtersteven. <laughs> maar Denise is ook de CEO van Tokazani Weine en Hospitality. En zij is ook de kaapse winner van die Standard Bank Top Woman en her. Heyo. Yo, Denise. Like Nancy, welkom hier so op de klop. Ah, Absoluut een plezier. Dank je, dank je Lekker om jou hier te zien. Nou we praten over empow her. Wat betekent het voor Denise, Staps? Empow her. Ik denk dat die woord her, zeker waar je groot woord is. Dit is rarig, een samenvatting van vrouw wees en bemachtig wees. Mm. En dit is een grote toekenning voor mij persoonlijk. Wow. Nou, Denis, ons het nou net op die insert gezien, hoe praat Tolene en Chantel van hoe jij voor alle geleendheden uh, mondelijk gemaakt, voor werk werkgeschipperd. Maar hoe identificeer je mensen om jij ze die geleendheden aan te Denk je, je weet ik kom volgens mij nooit die het uit. Ik kom met die, ze zullen zeggen, die aard van die zaak af. Mm. En nee, ik is zo groot geworden dat ik nooit geweten. Wat om één dag toe te passen in het werkelijke leven? Zoals so Leen en Chantal zijn twee fantastische stories. En hoe ze geïdentificeerd was, was juist het feit dat ze gezegd hebben: Ik wil. En dit is soms wat ons beide mis in deze industrie. Dus, vrouwen wat gezegd, Ik wil niet blij waar ik is, nie. vat mijn hand en neem mij voor en toe. Precies, en dat is ook gebeurd. Tolin wil niet in een reception gaan. <laughs> ja, ze <laughs> so is happy. Helemaal, daar is het weer trek ver, waar ze ziet dat Miren is mee bezig. Ze heeft het begonnen benauwd te raken. Denk gewoon niet aan. Maar als je kijkt wat Tolin vandaag is, nee, en hoe die liefde wat ze het voor die grond, en hoe ze even kan verduidelijken waar die drijf van haar prachtige vriend vandaan komt, dan zou ik een groot fout gemaakt hebben. ...tussen die vier meer te zitten. Precies, en daarom met die tong in die kies gezet dat ...als ze maar blij zijn over die wangert stomp... ...hou ze rechtop. Rechtop! Absoluut. <laughs> <laughs> en op de neus in jouw leven... wist die vrouwen... wat voor jouw geleenten gegeven... ...wat jou opportunities laten gebeuren. je wat zei een mens? jou ma. Echt stellig jou ma. Weet je wat... Um, kan weer sê daarwat ek vanaand kom dit is ons maar groot geword in Piel en as ek dink na die elke dag se gewone dinge jou ma het jou altyd laat onthou my kind dis nie waar jy gaan bly nie my ma was nog altyd my anker geweest en toe ek nou in die bedryf inkom kry ek vir David en vir Susanenburg Susan in Sonenburg hierdie twee mense mense van wat nie gedink het aan kleur nie wat net gesê het luister meisiekind jy het iets in jou kom saam met ons en ons mentor jou tot vandag toe En dan kan een zeggen aan Sylvie, we weet dat zij meer hier niet, maar zij is verschrikkelijk trots op ja. jou. Ach man, als mijn man nou of vanavond van mij moet zien, jullie zien dat ik heel gepink vandaag, <laughs> dat was, was nou haar ginstelling kleur. En hoe dat nou niet is, dat ik geloof dat zij al trots geweest het en sy zij van boven naar mij Absoluut. Maar hoe is zij in die wijnbedrijf? Wat bij jou jouw werk alles? Lijntje, titel. En als je nog een vrouw ziet. Oh vader. Let's say, Jesus, take the wheel. Uh. Nou, een goede vriendin van mij zei altijd dit. Laat <laughs> ik vandaag voor jou zeggen: die titel is één ding. Hmm. Maar om die ding te doen is een ander ding. Die titel komt er bij je, bij je jaren. in jaren, 1 november, is ik 20 jaar op je plaats. Ik wow. het nooit voor mezelf zeggen dat ik zo so lang in een positie zou wezen, maar nog steeds zoveel so passie niet. Kijk, ik ga vandaag zeggen: ik besef, let's say, die bomen waar de hoogste staat, krijgen die meeste wind. En ik rui van alle kanten af, steeds tot vandaag toe. Maar dat is wat voor mij Ito en aanhoudt. In deze rerige dominante mans Wat ik zeg: bring het aan. bring het aan. Ik is hier. Ik <laughs> zie <Da. laughs> Maar de nieuwsboom, behalve het feit dat je zo so bij je strijd maakt. weet in jouw bedrijf. Hmm. Heb je ook al bij je prijzen voor transformatie gekregen? Ja. Hoe belangrijk is dat weer voor jou? Weet je, ik het bij je vroeger in mijn industrie geleerd. dat mense fokus soms op die verkeerde goed. Daar's een ding, as dit kom by wyn, kwaliteit mm. onder o, jy kan dit nie dis on hoe hulle sê ononderhandelbaar. Ononderhandelbaar, <laughs> dis hy sorry met tong loop nou 'n bietjie. <laughs> nee, die ding met transformasie is is baie eenvoudig. Ons mense. Hulle gryp net nie altyd dit aan nie. Mm. Ek gryp hulle, jy kan maar gaan hoor op die plaas hulle sê jy denies is harer gat. <laughs> maar ek het 'n rede vir dit, nee. Jy moet jouself kan transformeer om daabo uit te kom. En weet je wat? Allemaal komt niet daar uit als ze dat niet willen. Nie. Zoals als so die mensen het genoeg het vertrouwen in mij zekerlijk gehad om voor mij te vatten tot waar ik vandaag is. En ik ze samen nu. Want jij was gewillig ook. Absoluut. En weet je wat? Neem die één ding wat ik veel zei. jullie reis. Dat is niet makkelijk. Niet te veel gee op. Mm. Te, te veel gee op. En ik, als een vrouw van kleren-industrie, in ik nie, praat niet zo so bij van kleren, maar ik kan altijd zien. Dus meerderheid niet ons mensen nie. Zo mm. so, wanneer gaan we ons, ons plek krijgen in die industrie. Dat is. Maar nieuws, als het ook nog gezien op die klop, wat jij al gedaan hebt. Jij vat ook, ook jezelf te ernstig op. He. Hoe belangrijk is het voor jou? om niet jezelf te verloren. vroeger vandaag heb ik met iemand gepraat en hij was precies wat gezegd is. Jij moet niet jezelf wees. Luister man, als je vorige dat het, het valt plat. Mm. Weet je hoe moeilijk het is om niet te weten wat je is Ik zei altijd ...hij alle het vroeg gezegd je moet pink aantrekken, moet lekker lijken. <laughs> wees niet jezelf vandaan. en je gaf een leentje aan en dit is hij ding, ik leef in dat moment. En dit is wat ze voor mij lekker maken. Ik probeer ook een keer werk wat ik doe wat bij ernstig is, mm. wat bij je stressvol is. Ik probeer altijd die humor brengen. en dan vatten ze om verder. En weet je wat ons lachen is een heel samen moren vatten ze om verder? Moren vatten ze om verder. Maar de dan ook, wat was jouw perceptie van een wijnbedrijf voordat jij erom gewerkt hebt, voordat je naar die industrie gebleven hebt? Want het smaakt voor mij dat jij tikte je lippen ah. voordat je aan wijn zit. O oh, <laughs> uh, Amper een beetje iets verkeerd. Luister, laat ik vandaag voor jou zeggen: ik heb mijn eerste die twee lippen. Toe ek 37 jaar oud was, so gaan hy aan sy glasie. Vir die eerste die keer, by die eerste keer in my lewe, lentjie, dit was bitter, dit was sleg en ek het hom gesê dit is sleg. Onthou ek kom hier van die van die jare af van die dopstelsel wat ons baie geweld gesien het en gesien het die mense drink hulle raaksiek. Mm. En skielik kom ek 'n industrie waar die mense daar nou die glase so ronddraai en sê ryker hier hierdie aromas en goed. En skielik het ek myself begin inleef. Nou, ها so 'n mooi dingetjie wat ek sê. Ik heb nu die kunst van wijn geleerd. Mijn ziekte. Yeah. Naar next level. Next level. Nou, als ik word, je verwijst bij naar top systeem. Ja. Is dat nog steeds actief? Nee, kijk, zo'n wet, vang ik je uit, is het nacht. So dit. Het nie nie. is zo eenvoudig, zo'n dat ons laat het niet toe Ik ben bij trots om te zien die plaats waar ik op werk op die Mursfontein, Het ons jij dat mag niet gebeuren. Nie. Ik geloof stellig dat het woord nog gebruikt, want daar is ongelukkig plaatsen. Maar nee, dat is onwettig. is onwettig. Nou, jij is een CEO, jij is een woordwinning Wat een rol hoop jij nog om te spelen in jouw industrie? En hoe ga je nog wijs maken voor die wat achter je moet komen? Lange jaar, zat ik vandaag voor jou zei, 20 jaar komt niet, niet zo so niet. En ik heb ook nou mijn Bijbelboekjes zelf begint te mm. schrijven. Ze zei altijd, jouw vaardigheid kan die man niet aan oorvatten. Nie. Ik so probeer al die kundigheid en die succes goed is in een boek vatten. En dat wat ik graag wil doen is zoals die Tauliens en die Chantels. Hele moet het vatten. Want je weet dat die type mensen wat voor die volgende plaats zijn mensen kan zijn. Opo nou jou self bejammer, vat dit vorentoe. So my hoop is vir die volgende 10 jaar is die Here spaar en alles gaan goed. Dat ons hierdie storie verder kan vat en ander mense kan inspireer om beter te doen en mense te kan bemagtig. Denise, jy's net 'n amazing mens en ons sien uit om te sien wat die toekoms vir jou inhou en hoe jy nog verder stryds gaan maak. Jy's pragtig in jou pink. <laughs>